Hallo iedereen, mijn naam is De Crest en welkom bij de 17e aflevering van Far Cry 5. In de vorige aflevering had ik de pastoor eventjes kort kunnen spreken, maar hij had gevraagd om eventjes bij hem langs te gaan, vermoedelijk omdat hij missies voor ons heeft. Dus dat gaan we nu gewoon in het dorpje False End gaan doen. We gaan op zoek naar hem, vermoedelijk in de kerk. Dan gaan we zien welke missies dat we voor hem kunnen oplossen. Oké, we zijn hier momenteel in False End en ik zou eens even met de priester of de pastoor willen praten. Die moet hier normaal zien in deze kerk zijn ergens, hoop ik. Ik denk dat hij ook nog een missie voor ons heeft. Ja, hier is hij. Kom hier, Debbie. Hallo. Ik kan je niet hoe goed het voelt om terug in False End. Ik ben blij dat je hier meer wilt doen. We hebben je nodig. As you can see, John Seed's making a lot of people suffer right now, and quite frankly, I can't keep up. Begrijp het. These people need me. They're my responsibility now. But that just means keeping tabs on the resistance has been that much harder. Okay. When you get a chance, head out east and check on our people at the Woodson Pig Farm. Woodson Pig Farm. I haven't heard back from them in a couple of days, and that worries me. We can't afford to lose a single one of our fighters. Oké, ik zal eens even naar daar gaan, hè. Barmhartige Samaritaan. Everybody's staying off the roads now. Kind of a good thing if you ask me. A lot of drunk-ass drivers here. Ja, dat heb ik eigenlijk ook al gezien. Oké, laten we gewoon even tot daar gaan dan, hè. Oké, hier is de Barmhartige Samaritaan. Woodson Pig Farm. Oké, dan gaan we even tot daar gaan. Nog een wagentje vinden. Of een kwad. Kom, stap maar op. Hey! Groot gelijk, jong! Oké, het is wel een eindje rijden, precies. Oh, koeien. Passen. Aha! Fuckens, kom maar in de buurt. Misschien de laatste stukjes gewoon te voet gaan. Ik zie dat er hier al vijanden liggen. Deputy, it's Pastor Jerome. If you're getting close to Woodson's pig farm, be careful. Cultists will kill the hostages if they lay eyes on you. You got to attack quietly. It's their best chance at survival. Oké, dus we moeten verzetsleden bevrijden. En gijzelaars ook. Kunnen we bevrijden? Oké, is de gijzelaar bevrijd? Is er nog een? Die dan daar heb ik eigenlijk per toeval neergeschoten, maar ja. Zijn er hier nog? Brand! Brand! Oké,
Oké, okay, hier nog ergens zijn, hè. Super. Those people are stronger today because of you. Just like the story of David and Goliath. You're inspiring real courage. Keep it up. Alright. Barmhartige Samaritaan. Voltooid. Ik heb wel redelijk veel in de fik gestoken, precies. Kom maar op. Probably even the chosen. The cult's elite soldiers. They're dangerous, deputy. You keep your head on a swivel. Optionele missie, gewapend convoy. Oké, dat kunnen we later misschien nog doen. Gemakkelijk. Ja, inderdaad. Het een doelwit. Oké. Uh-oh. Wordt dus inderdaad op mij gejaagd weer al. Oh, verdorie. Ah, verdorie. Ah, verdorie. Ze hebben mij. Nee. Oké, waar gaan ze me nu naartoe brengen? Goeie vraag. To judge, deliver them unto the waters. The cleansing begins tonight. Huh? Zuivering. Zou dat kunnen betekenen? John. Werd verplicht gedoopt, precies. Ah, John. Doe de gij hier.
This one's not clean. Ja. Cleansing, John. No, Joseph. You have to love them, John. Do not let your sin prevent that. Bring that one to me. Ga terug. Uh-oh. Ik zie dit niet goed komen. Despite all that you have done, you are not beyond salvation. You're not here by accident or by chance. You are here by the grace of God. You've been given a gift. Now it remains to be seen whether you choose to embrace it or to cast it aside. This one shall reach the atonement. While the gates of Eden shall be shut to your jar. Yes, Joseph. Oké, dus die broers komen ook niet te goed overeen, precies. Want de vader heeft redelijk veel macht over John. Misschien kunnen we dat gebruiken. He will confess. Every sin you've ever committed, no matter how petty, no matter how small, I will pull from you. Then we'll see if you're worthy of atonement. Ik zeg niks. Allee, ja, dat blies misschien wel, maar ik toch niet. Waar ben ik nu? If we just confess. If we confess right away, we'll be okay, right? No. You'll make it worse. Why? Because confession without pain isn't confession. You'll scream out your sin, and you'll wear it on your flesh before John peels it off you. It's a beautiful thing. Fucking Peggy's. Ja, het zat eraan te komen, hè. Wow. Ja, hier is iets aan het gebeuren. Had ons gecrashed. Oké, leven we nog of niet? Oh. Ah, de pastoor. Inderdaad, geen genade. Stay with me. Didn't go through all this trouble just to lose you now. Oké dan. Dat apprecieer ik. Zuivering verhaal missie. Oh. Zonder mom gaan. Aha. Oké, ik heb geen help meer. Even wachten tot het geregenereerd is.
Come on. Oké, we zijn bijna allemaal. Oké, wie de pastoor is een beetje half eraan. Kom in orde. Oké, voorwaarts mannen. En alles goed, meneer de pastoor. I knew it meant trouble when we couldn't reach you. I'm glad the Lord pointed me in the right direction. We got you back, but there's still others that need our help. Cult's moving the rest of the prisoners up the road. They got Merle too. Time's wasting. Grab what you can and go save them. I'll call in some of our people. We're gonna need them if we're gonna pull this off. Oké, strak plan. Vind Merle. Oké, daar zijn ze dus blijkbaar. Oké, bevrijden. Gijzelaar bevrijd. Nog een gijzelaar bevrijd. Oei, 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 wat is daar aan de hand? Vertrouw ik niet. Wat de hel is dat? Oh, het zijn gewoon bommen. Daar. Oké, loop, 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 loop. Wegwezen.
Okay, ik zie dat ze daar iets aan het afvuren zijn. Ik weet niet exact wat. Maar ik kan het wel tegenhouden. Minuten verdedigen. Oh, wacht. Ik denk dat ik al een idee heb wat we gaan moeten doen. Allee. Drie shotguns op mijn gezicht. Ja, ik zie ze al. Doodgaan, man. Zou maar kunnen dood doen. Ideaal. We er maar afkomen, maar als ik ze zo blijf afschieten, gaat er niet veel meer van overschieten. Ze proberen door de bossen te komen. Not on my watch. Helikopter is er. Ze komen hier wel allemaal af, ze. Oei. Kom aan. Kom, instappen. Alright. Woo! You swung in there and saved our asses. Who knows what these
Ja, goeie vraag. Oké, we hebben het gered. We hebben Merle tot jullie zijn afgezet. Precies. They should have put a bullet in my head. I was pissed off. Now I'm fucking furious. Okay, super. We hebben het gehaald. Hey, zuivering is voltooid. Hallo. Thanks for helping out. It falls in. Oké, ik denk dat we deze aflevering gaan afronden. Ik ga naar de volgende aflevering terug naar de pastoor gaan, want ik zie dat hij nog een aantal missies heeft. Alleszins, deze aflevering hebben we twee zaken voor de pastoor kunnen doen. Ik hoop dat we hem zeer goed geholpen hebben, maar ik vermoed van wel. Oké, ik ga het hier wel bij laten. We hebben deze twee missies voor de pastoor al kunnen vervolledigen. Maar er zijn uiteindelijk nog een aantal andere missies te doen. Maar dat is voor de aflevering van volgende week. Vond je deze video leuk? Vergeet niet die like-button een smash te geven. En wil je meer zien over Far Cry 5 of andere video's op dit kanaal? Vergeet niet je te abonneren op dit kanaal. En ik zie jullie in een van de volgende video's. The Crest, signing off.